Jongen. Heb je er genoeg? Zo hoor ik Chris. Nee. Nou, hij maakt er weer een zootje van. Ik geef graag het woord aan de voorzitter van onze reuniecommissie, Jan Troost. Mag jullie vandaag hartelijk welkom heten bij deze reunie. En dat doe ik ook namens de reuniecommissie bestaande uit Kees Steinenburg, John ten Hoeven, Wim Veldhuis en mijzelf. En natuurlijk ook bijgestaan door Herman van Meulen, Wim van Pelt en Ad Matena. En natuurlijk ook namens het bestuur van de vereniging. Waarom deze reunie? Ja, nou, dat komt eigenlijk voor uit enkele gesprekken met oude jongens hier in het dorp. En ja, dan hadden we natuurlijk altijd over de prestaties die wij geleverd hebben. En dan afgezet tegen wat er de laatste jaren hier in Papendrecht op de velden neergezet is. Dus ja, van alle kanten hebben wij medewerking gekregen. Maar het mooiste daarbij is dat zoveel van jullie hier naartoe zijn gekomen. En daar zijn we jullie in ieder geval ook zeer dankbaar voor. Het woord, nee liever de muziek nu, aan onze specialist. Veel plezier. ARP-nest eigenlijk, hè? Nou ja, jullie weten allemaal wat dat betekent, dat is toch wel wat confessioneel van aard. En op zondag voetbal, ja, dat is allemaal wat stiekem. Dus ik nam wel eens een bal mee en die schopte ik over de heg. Ja, dan moet je toch die bal terug gaan halen. Dus en vervolgens zag ik vaak hele mooie wedstrijden, die hoog niveau. Come on now.